Oui, c'est Puma. Quand oui, on Alain Wouli. Alain Wouli. Si j'ai entré dedans, je me Vanwege verzanding van de geulen in de rivier kunnen vissen steeds moeilijker plekken vinden om te paaien, zodat de vangsten van de boshoofdvissers teruglopen. Bovendien trekken de peul, van oudsher nomaden die zich door veeteelt en leven houden, steeds verder naar het zuiden, waar de Bambara tot nu toe hun gewassen verbouwden. Zo ontstaat er een wedloop op de spaarzame, vruchtbare gronden van Mali. Niet alleen het ecosysteem raakt verstoord, maar ook het evenwicht tussen de verschillende volkeren. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zullen 60 miljoen mensen richting Noord-Afrika en Europa trekken, tussen nu en 2020. We naderen de haven van Timbuktu. Timbuktu, de legendarische karavaanstad gelegen aan de rand van de Sahara. De stad waar Donald Duck altijd naar verbannen wordt als hij het weer eens te bont heeft gemaakt. Hoe zou een eend zich voelen hier in de woestijn zonder water? De laatste 10 kilometer leggen we per auto af. Het is heet in Timbuktu. Ik heb zin in een grote fles koud bier. Eerder deze reis heb ik al visioenen gehad van grote flessen koud bier. En hier aan de rand van de woestijn is bier in overvloed. Ik ga een uurtje rusten. Morgen haal ik wel de felbegeerde Timbuktu-stempel. Ik heb me voorgenomen de volgende stempel in Spitsbergen, Frans Jozefland of Lapland te gaan halen. In ieder geval in de buurt van de Poolcirkel. Het is een lekker biertje. Ja.